Hey guys, leuk jullie kijken naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag een video voor jullie waarbij ik weer een stijlquiz ga doen. En hopelijk een hele leuke unboxing van kleding ga krijgen. Mocht je deze video's niet kennen, ik heb vaker al video's opgenomen waarbij ik een stijlquiz doe. En ja, dan gaat een stylist aan de slag met mijn resultaten. En dan gaat er een kledingbox samengesteld worden en die krijg ik opgestuurd. En die ga ik unboxen. En ik heb het al gedaan met 3 verschillende aanbieders. Voor mijzelf en 1 keer zelfs voor mijn vriend. Dus ja, dit is de 4e voor mij persoonlijk. En voor mijn neus heb ik nu de website van BS Zoé. Als het goed is kunnen jullie dat nu ook zien. De website ziet er eigenlijk heel erg goed uit. Ik zie leuke items en ik zie ook dat ze Essie hebben. Dus dat ze een samenwerking hebben met Essie. En allemaal leuke merken. En ik zie quotes. Dus we gaan heel eventjes naar beneden scrollen naar hoe werkt het. En dan zien we eigenlijk staan wat heel het idee is. Dan moeten we de stijlquiz doen. En dan gaan ze aan de slag. En dan ja, krijg ik de box opgestuurd. Dus in 3 stappen. Dus ik ga de stijlquiz starten. En ik ben benieuwd wat voor vragen er dit keer uitkomen. Nou, het is dus een gratis personal shopper zeggen ze ook. Dus dat is heel erg goed. Nou, let's get started. Ik moest heel eventjes mijn e-mailadres invullen, mijn naam, etc. En nu ga ik dus vragen beantwoorden. Oké, eerste vraag is, zal ik deze stijl dragen? Ik denk van wel. Ja. Volgende stijl, ik vind deels ook weer eigenlijk. Het blouseje dat er overheen zit niet echt, maar ik zou het wel kunnen dragen. Maar ik denk toch dat ik voor nee ga, dat ik anders een verkeerd beeld ga geven aan de stylist. Want het is niet echt mijn stijl, maar ik zou het niet in dood gaan als ik het zou dragen natuurlijk. Dit is een beetje boho, maar nee. Zeker niet. Oké, volgende. Ik vind hem wel heel erg preppy. En sommige items misschien wel, maar dit is niet de stijl die ik heel erg leuk vind. Dus nee, dit zou ik niet dragen. Oké, dit is all black. Vind ik leuk. Ik vind misschien hoe het precies gecombineerd is niet leuk, maar crop top, lange rok, een leren jas. Ja, ik zou dit wel dragen, denk ik. Dit zou ik sowieso dragen. Niet eens over nadenken. Ja. Nee, dit denk ik niet dat ik zou dragen. Het is een beetje te simpel. Maar dat is niet erg eigenlijk. Nee, ik denk dat ik toch op nee doe, want het is een blouseje. Nee, dit zou ik ook echt niet dragen. Dit is te floral. Beetje te flowy ook voor mij eigenlijk. Nee, dit zou ik niet dragen. Dit ook niet. Dit is echt te preppy. Ja, dit zou ik best wel kunnen dragen. Ja, ook... Dit ook. Erg leuk. Met een andere trui misschien, maar dit zou ik wel dragen. Ja. Dit zou ik ook wel dragen. Best wel cute. Nee, blouse, streepjes. Streepjes vind ik leuk, maar nee. Deze stijl... Ja, kijk, dit is wel weer het leren jasje en gewoon een skinny, dus ja. Oké, wat voor maat draag ik in een blazer? Dat is meestal maat L. Broek heb ik maat 42, dus ook 32. Tops heb ik ook meestal L. Maat schoenen heb ik maat 40. Jurkjes ook L. Rokken ook L. Cupmaat, ik heb maat E. Nou, ik ben 1,85 meter. Deze kleur, ik vind het iets te peachy, iets te warm misschien, maar ik denk dat het toch wel... Ja, ik heb toch wel wat items in deze kleur, maar wat moet ik nou doen? Ja, ik denk wel dat ik het zou dragen. Sowieso. Zwart, grijs, wit, prima. Nee. Ja, deze kleuren vind ik ook eigenlijk gewoon prima. Nee, deze kleuren draag ik niet. Ja, pasteltintjes. Ik vind het wel chill. Maar... Ja, ik denk het wel gewoon. Ik draag het wel gewoon. Ik heb een zandloperfiguur, dus ik moet die kiezen. Welke kleuren draag ik niet? Groen ga ik aanklikken. Ik hoop dat ik echt geen groene items krijg. Ja, blauw ook niet echt. Ik draag rood ook niet per se. Maar die ja, vind ik niet erg om te ontvangen. Dus het is niet dat ik die kleur echt niet draag. Oké, ik denk dat ik het hierbij hou. Want beige en wit draag ik veel. Zwart, grijs, roze, ja. Wat vind ik? Skinny broeken. Ja, die draag ik. Straight broeken draag ik ook. Bootcut ook. Pasvorm loose. Ja, maar ik draag niet echt blousejes, maar wel een loose pasvorm. Dus ja. Normaal ook. Tight. Ja, draag ik nu ook. Oké, wat wil ik liever camoufleren? Ja, ik heb niet echt iets dat ik wil camoufleren, eigenlijk. Dus ik denk dat ik gewoon niks aan ga klikken en gewoon ga verder. Ja, ook geen. Dus ook gewoon geen. Oké, ga verder. Oké, wat spreekt me aan? Sowieso business casual en gewoon casual. Altijd lekker casual sportief ook. Wat geef ik allemaal uit aan een broek? Oké, een shirt, rokken. Ja, niet zo heel veel rokken. Jurkjes. Ja, 40, 60. Tops, 20, 40 of 0,20. Ja, ik denk wel toch 20 tot 40. Blazers, niet zoveel geld. Schoenen. Ja, ik wil niet zoveel geld uitgeven nu. Dus ik doe niet te gek. Maar ik heb wel hele dure schoenen allemaal. Wat er eigenlijk absoluut niet. Even kijken. Blazers wel. En print wel. Rokken wel. Jurkjes draag ik ook wel. Floral print, die niet. Maloze shirts draag ik ook niet per se. Streepjes en jeans wel. Ik twijfel nog of ik blazer moet aanvinken. Omdat ik heb wel veel blazers en ik hoef er niet per se meer. Maar ik haal hem gewoon hierop. Oké, wat hoef ik sowieso niet te ontvangen? Tas, jas, hakken niet. Sneakers is goed. Ik ben benieuwd als er een tas of jas of sneakers bij zit dat dat dan zal zijn. Maar oké, een sjaal hoeft zeker niet voor mij. En een horloge eigenlijk ook niet. Nee. Verder, ja, ik ben benieuwd of het erbij zit hoor. Maar sieraden hoef ik trouwens ook niet. Draag ik niet zo heel erg veel. Ik heb zeg maar mijn standaard sieraden die ik draag. Oké, nu moet ik wat foto's gaan uploaden. Dus ik ga heel snel wat foto's uitkiezen en uploaden. Oké, het is echt stom. Ik kan maar één foto kiezen. Dus ik doe gewoon eentje waar je mijn stijl wel goed kan zien en een full body foto is. Dus die doe ik nu. Opmerkingen. Waar moet ik rekening mee houden? Kleuren die ik niet in de box... stoffen waar je... Nou ja, eigenlijk wil ik gewoon de quiz voor zich laten spreken. En hier hoef ik niet per se... Want het is niet echt per se iets wat ze echt super rekening mee hoeven te houden. Dus ik denk niet dat ik echt iets ga invullen eigenlijk. Dus ik druk op klaar. Oké, nu kan ik dus een unieke box bestellen. Leuk dat je een stijlcheck hebt gedaan. Bestel. Oké, dus nu kan ik ervoor kiezen om hem gewoon direct te bestellen of nog heel eventjes te bellen. En ik wil hem gewoon direct bestellen, want dat vind ik iets leuker. Dat ze gewoon, wat ik al zei, gewoon helemaal op die quiz af moeten gaan. Dus dat gaan we nu dus eventjes doen. Ik heb nog even al mijn gegevens ingevuld, dus waar de box heen moet, et cetera, et cetera. En nu staat er bedankt voor het vertrouwen in BS Zoé. Nou, ik hoop heel erg dat dit echt een leuke box gaat zijn. Ik ga nu eventjes wachten totdat de box binnenkomt. En dan kunnen jullie nu zo meteen na dit shot meteen zien wat ik heb binnengekregen. En ik ben echt super benieuwd. Het was best wel een leuke stijlquiz. Niet te lang. Goede plaatjes, goede foto's, goede vragen. Eigenlijk gewoon wel standaard oké. Dus ik ben benieuwd. Oké, guys. Hier is de BS Zoé box. Het heeft best wel lang geduurd. Ik was het serieus zelfs een klein beetje vergeten. Of in ieder geval, weet je, dan... Toen had het een beetje naar achter na een week. En toen kreeg ik opeens een mailtje met... Hey, je box wordt verzonden. Ik ben dus heel erg benieuwd. Het zou echt wel heel erg jammer zijn als het dan ook... Dat je er zo lang op wacht en dat het ook nog eens kut is. Maar het zou echt niet meer boeiend zijn als de inhoud vet leuk is. Dus laten we de inhoud gaan bekijken. Even kijken. Hier zit zo'n stickertje die ik even moet doen. Er staat ook op... Remove sticker, feel awesome, do a little dance. Stap 1. Remove. Ah, I feel awesome. Ja. Oh, dit vind ik leuk. Oh, het zit echt in een cadeautje. Kijk nou. Oh, dit is echt heel leuk gedaan. Oké, ik heb dus hiervoor nu al 4 kledingboxen in totaal gezien. Eentje tussen trouwens voor mijn vriend. Maar dit is wel de leukste verpakking zo. Het is wel het leukste om hem zo te openen. Dat vind ik wel. Boekje vanaf me, wat erin zit waarschijnlijk. En een blaadje of ik me vaker wil aanmelden. Nou, wie weet Zoé. Even kijken. Hi MA, are you ready for your new looks? Wat leuk dat je een Zoé box hebt besteld. Ik heb gekozen voor een mix van edgy casual looks en soms een classy touch. De merken die ik heb gekozen zijn Scandinavisch. Dat vind ik altijd wel leuk. Beetje minimal of zo. Vind ik cool. En kunnen goed onderling met elkaar gemixt worden. Ik heb bewust voor de kleuren Oeh, ik heb bewust de kleuren groen en blauw vermeden. Je gaf aan deze niet te dragen. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Goed zo! Mocht je mijn vorige box dus niet hebben gezien. Ik had dus aangegeven, ja, ik vind het groen niet leuk. En ik kreeg er 5 groene items. En ik zei, blouses vind ik niet leuk. Kreeg ik er ook een paar van. Maar, oh my god, het ziet er vet leuk uit. Oké, casual suit. De set van MSCH, is fris zomers vanwege de lichte kleuren. De culotte van Mush staat erg leuk met een paar witte gimpen. Steek de roze top in de broek om je figuur te benadrukken. Nummer 2 is Dress Up. De floral... sorry, ik wilde floral meteen zeggen, maar het is floro. De floro dress van Ichi is een polkadot jurkje dat je zowel sportief... Oh, ik zit verkeerd te lezen. Sorry. Dat is nummer 3. Dit is nummer 2 eerst. Check My Prints. De Erin jeans van Ichi kun je met alles uit de box combineren. Voor een business casual look draag je met de geruite blazer van Minimum, met de rode top van Airdate voor een pop of color. En wil je een casual edgy look met een speelse touch, dan kun je een van de geprinte tops van Airdate of Ichi op de jeans dragen. Steek hierbij de top in de jeans om je figuur mooi te accentueren. Nou, oké. En nummer 3 is de floral... Ga ik weer de mist in. De floro dress van Ichi is een polkadot jurkje. Leuk. Dat je zowel sportief met gimpen of stoer met enkellaarsjes of feestelijk met hakken kunt dragen. Voor een coole touch kun je de sokjes van Ichi bij je jurkje dragen. Er zitten dus 3 sokken dan ook weer bij. Oké, ik zie hier ook de prijzen. En ik ga dus... de items nu even erbij pakken. En dan ga ik dus de prijzen dan vermelden. Maar dit is dus hoe het blaadje eruit ziet dat ik erbij heb gekregen. En hier zie je dus al een beetje de items. Maar het is leuker om ze natuurlijk gewoon te openen. Dus dat gaan we nu doen. Ik heb blauw vermeden. Het is een blauw broek. Maar dat maakt niet uit. Dit blauw vind ik wel leuk hoor. Op zich. Oké, als eerste zie ik eigenlijk de sokken. De broek viel natuurlijk op. Maar dit zijn dus 3 paar glittersokken. En deze sokken zijn wel duur, vind ik. Dit is €17,95. Maar, oké. Oh, heel leuk. Dit is toch hartstikke leuk. Van die glittersokken. Ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Oké. Even beginnen met stijl 1. Dat was dus de roze top. Van... MSCH, mus, zo'n roze top. Oh, die is mooi. Mooie fit. Ik hoop dat hij niet ouderlijk staat. Want dat is best wel lastig natuurlijk met zo'n oudroze kleur, high neck en een bepaalde fit. Maar ik ben benieuwd. En die moet ik dragen op de blauwe culotte. Nou, ik vind culottebroeken super leuk. Deze ziet er ook echt heel cool uit. Echt chill. Even de maat weten. Het is wel een L, gelukkig. Top. En dit is een M. De roze top is €34,95 en de culotte is €54,95. En trouwens, de stof van de culotte is echt super chill. Het is een soort van... ja, best wel licht alsof het linnen is, maar het is geen linnen. Heel erg benieuwd naar deze outfit. Het is gewoon chill, simpel. I like. Oké, outfit 2 was best wel wat bij elkaar. In ieder geval... een print shirtje van Ichi. Deze print vind ik zelf niet zo heel erg leuk. Ik hou natuurlijk wel van luipaard. Maar op een of andere manier zie ik deze print liever bij mijn moeder en oma dan bij mezelf. Het model ook een beetje als ik het zo zie. Maar oké, die ziet er gewoon uit als een shirt. Prima shirtje. Print, dan pak ik die eventjes. Oh, dit is een blouseje. Maar deze ziet er echt heel leuk uit. Dat zou ik echt... niet verwachten bij mezelf. Dit is dus een luipaard. Donkerblauw met rood. Maar de fit is wel heel erg leuk. Hij heeft een hele leuke V-hals. En hij loopt een beetje over in elkaar. Ik vind het heel moeilijk te laten zien. Maar met de aanbeelding gaan we wel even goed naar kijken. Dus ook heel erg grappig. De pop of color was van Airdate. Airdate Amsterdam. Oh, ik zie op camera dat hij trouwens echt... fel rood of oranje lijkt. En hij is best wel fel hoor. Maar niet zo fluoriserend. Ziet er goed uit. Broek heb ik hier. Dit is een Erin High Waist. Oh, dat is gewoon echt een chille broek wel. Er zitten een paar... er zit een beetje een washing op. En een heel kleine mini de-stress, destroyed dingetjes. Ja, chill. Moet ik wel eerlijk toegeven hoor. Als ik een zwarte skinny, want dit is natuurlijk een zwarte skinny, maar dan met washing. Ik vind zeg maar, als ik een zwarte skinny draag, het leukste en het mooiste als hij echt gewoon pikzwart is. Maar het voelt wel achteraan aan als een hele chille jeans. Dus dat is top. En dan als laatste van deze outfit een blazer. Ik vind hem heel mooi, maar het komt omdat ik er al zo'n eentje heb. Precies deze eigenlijk, maar dan van een ander merk. Dus niet precies deze, maar een soortgelijke geruite blazer. Heel leuk. Heel mooi. Oké, ik ga even naar de prijzen kijken. De laatste blazer is €120. De pop of color, die rode, is €19,99. Dat is best wel cheap. De broek is €49,95. De donkerblauwe blouse met rood is €44,95. En dan dat shirtje wat ik een beetje voor mijn moeder en oma een leuke print zou vinden. En dat bedoel ik trouwens, het is een leuke print voor hun. Een hippe print voor hun. Maar op een of andere manier niet iets voor mij. Dan gaan we even naar de laatste outfit. En daar zitten dus die sokken bij waar ik al mee begon. En de jurk. En de jurk is €69,95. Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben echt benieuwd hoe deze eruit ziet. Oh, dat vind ik heel leuk. Maar hoe grappig dat ze hierbij glittersokken heeft bedacht. Ga ik gewoon ook aandoen ook. Dan doe ik gewoon roze glittersokken in mijn roze Nike's. Hoe grappig is dat? Oké, zoals je wel merkt ben ik super enthousiast over de setjes die ik heb gekregen. Het meest enthousiast ben ik wel over de jurk. Ik ben echt heel erg benieuwd ernaar. De culotte lijkt me ook echt heel lekker. Maar dat komt gewoon door die stof. Ik ben er echt benieuwd naar. Verder, de middelste is op een of andere manier voor mij altijd een beetje basic. Dus dan is het niet iets waar ik super enthousiast over ben. Over een zwarte skinny met een rode top, weet je wel. Dus dat is gewoon oké. Ik vind het heel grappig, want deze heb ik gewoon van de Zara. Dus deze weet ik nu al dat ik niet ga houden. Maar ik vind het heel leuk dat ik die dus heb gekregen. Dat uit mijn stijlquiz komt. En deze verbaast mij dus heel erg. Dat ik dit zo'n leuke fit vond vanaf de eerste... Wat? Toen ik hem zag, zeg maar, daar was ik al verbaasd over. Maar we gaan nu gewoon even passen. Oké, dit is outfit 1 en ik heb dus mijn roze schoenen erbij. En die passen echt perfect bij het shirt. Dus dit gaan we als eerste aandoen. Oké, voordat ik jullie even laat zien wat ik dus aan heb, wil ik heel vertellen dat dit mijn yucca-boom is. En ik geloof er nog steeds in. Hij is bijna dood aan het gaan. Maar er zijn weer groene blaadjes. Hij ziet er een beetje zielig uit. Dus daar krijg ik veel comments over als ik hier film. Dus ik wil dat heel even verklaren. Maar... dit is mijn outfit. Dit is outfit 1. De culotte, roze shirt en mijn roze schoenen. Er staat dus bij in het papiertje dat witte sneakers hier goed bij passen. Maar ik heb niet echt leuke witte sneakers. En wat vinden jullie? Ik vind het dus echt heel erg leuk. En voor de mensen die denken dat culottebroeken, dat dit dus hoogwater is bij mij. Zo hoort een culottebroek. En ik vind hem wel heel erg leuk. Oké, ik heb heel veel shirt ietsje meer uitgetrokken. Want het zat een beetje te tekenen hier zo. Maar ja... ik vind hem heel erg leuk. Ik denk dat de culotte net een beetje te klein is voor mij. Want hier zo hoort zeg maar eigenlijk een beetje dit vouwtje goed. Hoort netjes naar beneden te lopen. En het staat een beetje open bij mij. Is het nou te klein voor mij? Ik denk het wel een beetje. Maar ik vind het heel leuk. Ook heel leuk gevonden bij elkaar. Roze en blauw vind ik heel cute. Dus dit vind ik echt een heel leuk iets. En het shirt vind ik ook wel heel erg leuk. Maar het is echt een zweetstof. En dat is bij mij niet zo erg handig, want ik kan best wel snel zweten en dan het zit gewoon niet zo lekker, weet je wel. Het is gewoon heel warm, maar ik vind het echt heel mooi. De halslijn, de armen, echt mooi shirt. Als hij dus niet zo'n zweetstof zou zijn, had ik hem echt wel gehouden. Ik had net ook al hem heel veel zo vast, dat ik dacht van, oh, een knoop hierin zou ook echt leuk staan. En dan op deze broek en ja, heel cute. Dus dit is outfit 1, nu naar 2. Oké, dit is dus eigenlijk samenstelling 2. En ik ga gewoon lekker die broek aandoen en dan alle tops. En dan later ook nog eventjes die blazer over een van de tops heen. Eerste outfit op de jeans. Ik wil meteen heel veel zeggen dat deze jeans echt super lekker zitten. En ook vind ik verder wel mooi zitten gewoon. Echt. Ik ga even kijken of deze er in diep zwart is. Want nog steeds vind ik helaas de wassing niet helemaal iets voor mij. En ik heb expres heel veel het shirt gewoon erop gezet en niet erin. En zo... hoop ik dat je kan zien wat ik dus bedoel met dat het wel leuk is misschien voor mijn oma of moeder. Ik vind het een beetje oudbollig, maar we gaan er heel veel in doen. En dan kunnen we beter zien hoe die staat. Dit staat natuurlijk al een heel stuk beter. En dit zijn trouwens nepzakken in deze broek. Dus dat is wel echt kut. Maar kijk, het shirt staat al een heel stuk beter zo. En ja, het is gewoon wel een grappig shirtje. Alleen de print is dus niet echt iets voor mij. Verder vind ik de fit ook niet helemaal wat ik echt zou aanschaffen. Maar er is echt niks mis mee. Dus ja, dit is shirt 1 en nu naar het volgende shirtje. Okay, dit is dus de volgende top met beetje apart maat mouwtjes. Of in ieder geval aparte lengte qua mouwtjes. En verder is het gewoon echt wel zo'n lekker shirt. Heel warm. Heel dikke stof, maar je voelt wel echt dat het wel goede kwaliteit is. Maar volgens mij was het helemaal niet zo duur. Dus ik vind dat wel een goede vondst. Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als net. Ik vind het, er is geen moer mis mee. Maar ik denk toch niet dat het iets voor mij is. Ik vind wel dat ik er een leuke huidskleur in krijg. Zeg maar ik lijk nog wat bruiner dan ik ben. Dus dat is wel mooi. Maar nee. Oké, blazer heb ik aan. En misschien zie je het wel een beetje. Maar ik vind hem heel erg vierkant / rechthoekig. Ik denk als je hem vastknoopt dat het wel beter is. Maar ik vind het niet zo'n hele mooie fit voor een blazer van €120. Niet lelijk of zo. Of nou, misschien wel een beetje trouwens. Ik vind hem niet zo heel mooi. Kijk, ik heb eentje van de Zara die echt een stuk goedkoper is. Die trouwens niet meer te koop is, denk ik hoor. Maar die is wel wat mooier. Aan vind ik hem eigenlijk zoals ik had verwacht wel iets minder leuk. En dat komt gewoon omdat, ja, ik vind het gewoon niet echt heel erg bij mij passen / staan. En ik vind dit wel heel diep en heel heftig allemaal. En veel hoger kan ik hem niet echt trekken, want dan zit het raar en dan zit hij hieronder weer niet goed. Maar ik moet toegeven, het is echt een mooie. En ik denk toch echt dat als deze bijvoorbeeld in een wat lichtere kleur was of net een andere print of zo, dat ik hem dan nog wat leuker had gevonden. Want toch, ik zie toch echt wel dat dit niet mijn kleur is. Dus niet de fout natuurlijk van de stylist, want dan had ik beter moeten aangeven dat ik rood ook niet zo vind. Kom ik ook echt nu pas achter, maar dat is ook wel leuk door zo'n stijlbox dat je ergens achter komt natuurlijk. Ik vind blouses gewoon niet zo leuk. Het is wel grappig, want hier zit echt een mini knoopje en een mini dingetje. En als dat dus stuk gaat, dan kan die gewoon niet echt meer dicht of zo. En die zit zo ook vast aan deze kant en zo gaat die aan. Wilde ik gewoon even vertellen. Vond ik wel grappig. Dus deze ga ik weer uitdoen en de broek ook. En dan gaan we naar het jurkje. En ik ben echt super benieuwd wat ik daarvan vind. En ik ga dus de roze sokken in mijn roze schoenen aandoen erbij. Echt iets te excited daarvoor. Oké, dit is de jurk. Wat vinden jullie? Inclusief sokken en sneakertjes. Hij is wel iets strakker dan ik dacht. Ik heb hem natuurlijk ook aangestoerd. Maar hij zit best wel, ja, het zit nog best wel een vorm in, zeg maar. Normaal gesproken heb je met t-shirt dresses dat het niet zo, dat het een beetje vormloos is en een beetje leuk. Maar ik vind hem echt heel leuk. Ook dat het hier weer wat wijder is. En hier is het wat strakker. Komt net boven mijn knieën. Er zit totaal geen stretch in, dus verder dan dit kan ik niet. Ik zou ook niet weten waarom ik dat zou willen doen. Maar als ik loop, dan voel je wel dat je jurk echt soms zegt van, nee, niet verder. En dit zijn dus de sokken, glittersokjes. Zijn net wel iets donkerder dan mijn schoenen, maar ik vind dat wel grappig eigenlijk. Ik vind het trouwens echt super leuk dat die dame, de styliste die dit heeft gemaakt, of misschien man, who knows, is de stylist, hier sokken bij heeft bedacht. Ik vind het ook super grappig om die gele, ik ga die gele gewoon even aandoen, wacht. Ja, dit vind ik nou heel grappig. Zo'n jurkie, gele sokkies, roze schoentje, ik vind het wel leuk. Maar ik weet dus niet of ik deze jurk echt perfect vind. Ik vind het, wat ik gewoon zo leuk vind is de print en de gele sokken en een beetje het gekke. Maar ik weet dus niet of ik de jurk echt denk van wow, echt heel cool. Ik had hem in de winkel wel gepakt en gepast. Maar ik weet het dus eventjes niet. Dus ik moet hier even over twijfelen. Laat even weten in de comments wat jullie ervan vinden. Ik vind het wel het leukst hoor. Ik vind het echt heel leuk. Ik heb dus wel al een stippeljurk. Hij is natuurlijk wel iets anders, maar ik heb het dus al. En het is een hoe heet dat ook weer, slipdress. En dit niet. Ik ga dus nog heel veel nadenken hierover. Ik ga ook even advies vragen aan vriendinnetjes. En ik hoop dat jullie ook in de comments heel veel wat achterlaten. Ja, ik ben echt enthousiast over deze hele box. Oké. Ja, ik heb nog steeds het jurkje even aan. Het is nog in dezelfde minuut zowat. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik vind het leuk. Oké, sowieso wat we nu eventjes gaan doen is de video afsluiten. Dus heel eventjes bespreken nog wat ik allemaal vind en hoe of wat. Sowieso, dat merken jullie wel, ben ik erg enthousiast. Dit is zeg maar mijn 4e kledingbox. Ja, 4. Oh, ja, 4 voor mezelf al inmiddels. En voorheen vond ik dus dat Zalon bij Zalando het best had gedaan. Toen Maison 365 en toen, hoe heet dat ook alweer? Kut, zo slecht hebben ze het gedaan. Maar dus BS Zoé heeft het echt het leukst gedaan tot nu toe. Hele leuke outfit. Voor mijn gevoel heel erg naar me geluisterd, naar mijn stijl. Dus echt props voor die. Het enige wat ik dus gewoon vond was set 2. En dat waren gewoon eigenlijk de tops bij de broek. Maar verder, ja, de broek was echt een chille broek. Het is trouwens, ik wil het jullie gewoon echt als tip geven. Het is een Erin high-waist broek van Ichi. Hij is dus maar €50 en hij zit super lekker. Alleen ik vind de wassing dus niet lekker, maar ik ga zelf op zoek naar die broek in een ander kleurtje. Want het zat super lekker, super nauw aansluitend. Ik had ook echt zoiets van, zo, dat is het mooi. Dus top, die is echt heel leuk. Of ik wat ga houden, weet ik dus niet. Ik weet ook niet of het ethisch verantwoord is als ik de sokken terug ga sturen. Ik heb nu al 2 paar sokken aangehad. En ik heb deze, het is nog steeds dezelfde minuut, dus niet al de hele dag. Ik heb die gele nog aan. En ik vind ze echt heel leuk. Het zijn glittersokken. Het is toch hartstikke leuk. Maar ze zijn wel €17,95, €18 voor sokken. En ik heb echt zoiets van, ja, weet je, ik kan die glittersokken gewoon op Ali bestellen. Maar ja, daar moet ik dus nog wel even over nadenken. Deze jurk vind ik ook echt heel erg leuk. En de culotte en de top van set 1 vind ik ook echt leuk. Alleen heb ik zoiets van, ja, de culotte zit niet perfect. En de top vind ik niet een chille stof. Dus ik ga het niet houden, die twee. Maar echt heel erg leuk gedaan. Ik wil er ook even bij zeggen dat ik eigenlijk geen kleding nodig heb. En dat je deze box eigenlijk moet bestellen als je kleding nodig hebt. Want je gaat wel mensen natuurlijk aan het werk zetten. De stylist gaat voor jou aan de slag en ze hebben geen verdienmodel tot dat moment dat je iets koopt, maar pas. Maar ik doe het natuurlijk voor een video. Ik maak natuurlijk nu reclame voor PSO, dus ik hoop dat ze niet al te boos op me zijn. Ik word niet gesponsord. Dus ik ben ook niet op zoek naar nieuwe outfits. Ik ben niet op zoek naar nieuwe inspiratie. Ik ben niet op zoek naar nieuwe kledingitems. Dus vandaar dat het voor mij niet zo'n drama is om dingen niet te houden, want ik heb kapot veel kleding en ik heb niks nodig. Dus dat, daar moet je even rekening mee houden. Dus waarschijnlijk ga ik deze jurk ook niet houden, omdat ik al heel veel stippeltjes heb. Ik vind hem wel super leuk. En dit is trouwens ook weer van Ichi. En het merk kende ik wel, maar ik had niet echt iets van, oh, Ichi heeft echt leuke kleding. Maar ik vind het echt heel erg leuk. En nog een puntje, ja, deze jurk is wel €65. En als ik hem niet nodig heb, en ja, vind ik gewoon zonde. Dus dat wil ik even onderbouwen. Maar ja, echt heel leuk. Echt een leuke box. Ik ga ook gewoon een leuk berichtje erover bijschrijven dat ik het zo leuk vond. En oh ja, een retourlabeltje zit erin. Oh! Het enige mini-puntje is dus dat de verzending een tijdje heeft gekost. Dus de items bij elkaar zoeken en de verzending. Ja, dit was BS Zoé. Ik raad dat heel erg aan dus. Ik hoop ook dat ze deze video zien. Ik ga hem natuurlijk niet naar hen toe mailen. Maar ja, het zou leuk zijn als ze dat zien. Ik had bijvoorbeeld bij die andere boxen, bij Be Dressed, nu weet ik het weer, had ik echt zoiets van, oei, ik hoop niet dat je baas dit ziet. Trouwens, even een beetje tea. Ik werd gemaild door Maison 365 van, hey, ja, we zagen dat je box niet zo chill was, dus kunnen we je even bellen? En ik heb gezegd, ja, tuurlijk, bel maar. Maar ze hebben me nooit gebeld. Oké. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. De volgende keer dat ik zo'n kledingstijladvies dingetje ga doen, is misschien weer met mijn vriend. Want dat vonden jullie super leuk. En er zijn ook niet super veel diensten meer waar ik nog gebruik van kan maken. Want ja, die bedrijven die houden op een gegeven moment natuurlijk op. Maar voor mannen zijn er nog heel veel. En jullie vonden het ook heel erg leuk dat mijn vriend dat had gedaan. Dus misschien een leuke afwisseling dat we de volgende box weer voor Zico gaan bestellen. Als je het leuk vindt, laat het dan zeker even weten. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie het echt leuk vonden. En laat het mij even zien door een duimpje omhoog te doen. En in de comments wat leuks achter te laten. En dan zie ik jullie heel graag heel snel weer. Doei doei!